Goedemiddag dames en heren. Welkom bij de tweede breakout sessie van de dag. Jullie hebben gekozen voor het thema People, Culture and Organization. En binnen dat thema gaat Erik Kieboom jullie wat vertellen over schaalbaar kwaliteitsdenken in Safe. Ook welkom voor iedereen die online aan ons platform deelneemt. Jullie kunnen je vragen stellen via de chat. En ik wil jullie vragen om ook in de zaal de vragen een klein beetje tot aan het einde te behandelen. Deze sessie duurt een half uurtje. Erik heeft jullie veel te vertellen, veel te inspireren. Dus we doen de vragen aan het einde, opdat hij in ieder geval zijn verhaal goed kan vertellen. Erik, veel succes. Dankjewel. Nou, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. En fijn ook dat ik niet tegen lege stoelen aan hoef te kijken. Wie was er bij de vorige sessie eigenlijk? Ja, de spreker zelf is er ook, dus we moeten op onze woorden passen. Maar daar werd Safe ook al genoemd. Ja, ik ben Erik Kieboom. Ik ben, zoals het heet, binnen SOCT een lead improvement coach. Of lead consultant, management consultant, hoe je het noemen wil. Maar vooral met heel veel kennis van Agile en Safe. Scaled Agile Framework. Dus vanuit die optiek wil ik jullie vandaag meenemen in kwaliteitsdenken vanuit Safe gezien. En dan met name van alle niveaus. Dus van de teams tot en met het managementniveau. Hoe kun je daarmee omgaan. En ik wil vooral ook wat praktische handvatten laten zien hoe je, want we zijn hier bij de stream cultuur, in denken en doen, bezig kunt zijn met kwaliteit. Nou, dat wil ik doen aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen. Als goed hebben jullie dat ook in de introductie gezien van dit stukje, dat ik die vragen langs wil lopen vandaag. En die vragen die zijn eigenlijk bij mij naar boven gekomen op basis van de ervaring die ik heb bij de klanten, bij de organisaties waar ik kom. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met op welk niveau kwaliteitsdenken of testmanagement, testbeleid ontstaat. Hoe het wordt gepraktiseerd en hoe het dan uiteindelijk ook over een hele organisatie uitspreidt. En in mijn ervaring wil het nog wel eens ergens ofwel laag in de organisatie blijven steken ofwel hoog in de organisatie blijven steken. Maar echt helemaal naar elkaar toe, dwars door de organisatie heen, top-down, bottom-up, dat kom ik niet zo heel veel tegen. Dus de vraag is ook van hoe til je dat kwaliteitsdenken vanuit team naar organisatieniveau en ook andersom. Sta ik voor het beeld? Je kan, als je iets naar voren tafel staat, sta je beter inbeeld voor de sprekers. Voor de kijkers thuis. Nou, dan ga ik hier staan. Maar dan moet ik wel af en toe even naar het scherm kijken. Dus hoe teer je het van team naar organisatieniveau? En dan vervolgens, daarin het verlengen van, maar hoe? Als je constateert van, nou, dat is eigenlijk nog niet goed genoeg. Hoe willen we dat verder brengen? Ofwel bottom-up op top-down. Hoe pak je dat aan? En als we het hebben over kwaliteit, want ik denk dat als ik hier de vraag stel, hoe denken jullie, wat is jullie definitie van kwaliteit? Dat ik, nou, ik heb even niet geteld, maar dat ik een heleboel verschillende definities van kwaliteit ga krijgen. En welke definitie van kwaliteit hanteren we eigenlijk? Van, moet het software zijn die bugvrij is? Moet het software zijn die een bepaalde responstijd heeft? Moet het software zijn die een heleboel nieuwe functionaliteit mogelijk maakt? Hoe definiëren we kwaliteit? En daarin het verlengde van, als we willen toetsen of we kwaliteit leveren, hoe willen we het dan meten? Hoe gaan we monitoren dat we op de goede weg zijn? En dat zoals gezegd allemaal vanuit een Safe bril bekeken, omdat ik daar nou eenmaal wat meer van weet. Nou, over Safe gesproken, wie kent deze man? Dat is toch niet waar, dat niemand hem kent? PDCA, zegt dat iets? Ja. Dit is William Edward Deming. En William Edward Deming, geboren in 1900, helaas overleden in 1993. Maar goed, dus de respectabele leeftijd van 93 gehaald. Is na de Tweede Wereldoorlog naar Japan gegaan. Om daar het management van industrie en andere organisaties te helpen bij het opzetten van proceskwaliteit, procesmanagement, kwaliteitscontrole in het algemeen. En uiteindelijk, total quality management, zeggen jullie vast wel wat. Maar natuurlijk ook de plan, do, check, act, adjust, adapt cirkels, de Deming cirkels. Dus hij heeft daar best wel wat goede dingen gedaan en die zijn ook weer teruggevloeid naar Europa en Amerika. En hij heeft een aantal interessante uitspraken gedaan, waaronder deze. Inspection does not improve the quality nor guarantee quality. Met andere woorden, je kunt wel testen, maar er wordt de kwaliteit niet beter van. Op de langere termijn natuurlijk wel, als je wat leert van je testresultaten. Maar testen op zich wordt de kwaliteit niet beter van. En inspectie is eigenlijk ook te laat.
De kwaliteit, goed of slecht, zit al in hetgeen wat je hebt geproduceerd als je het gaat testen. En tot slot, quality cannot be inspected into a product. Dus door het inspecteren ga je die kwaliteit niet toevoegen aan het product. Het moet er echt ingebouwd zitten. Nou, dat built-in quality, daar gaan we het over hebben. Komt uit de koker van deze man. Het is iets wat tezamen met een heleboel andere wetenschappelijke bronnen aan de basis heeft gestaan van het Scaled Agile Framework. Nou, deze meneer hebben we dus net gehad. Kent iemand deze man? Ja, bij deze is het iets minder erg als je hem niet kent. Het is inderdaad Dean Leffingwell. En Dean Leffingwell is een van de oprichters van SAFe, een van de bedenkers van SAFe. Geïnspireerd door onder andere het gedachtegoed van Edward Deming. Dean Leffingwell was bekend van zijn methodologische aanpak bij Rally Software, Rational Software, later bij IBM gekomen. En heeft in 2011 met een aantal collega's de stap gezet om samen het Scaled Agile Framework te gaan bedenken. Omdat hij zag dat Agile heel veel goeds te bieden had. Lean had heel veel goeds te bieden. Scrumwerken, Kanban, had allemaal goede elementen in zich. Alleen ja, het verband ontbrak. Niet alleen het verband van hoe relateer je het aan doelen die in de organisatie gesteld worden. Maar hoe zorg je er ook voor dat als je het op teamniveau introduceert, hoe je het ook kunt opschalen naar organisatie of enterprise niveau. En daar heeft hij dus het Scaled Agile Framework voor bedacht. Nou, dit is een plaat waar, dus nog niet eens de meest uitgebreide plaat, hè, maar dit is de portfolio plaat. Ik weet niet of dat iemand wel eens op de site is geweest, scaledagileframework.com. Nou, daar zul je deze plaat ook zien. En alles wat hierop staat, kun je op klikken. Daar heb je de mogelijkheid om in te zoomen, om te kijken van bijvoorbeeld als daar een rol benoemd staat, wat wordt die rol dan geacht te doen? Of als er een event benoemd staat, wat verstaan we daaronder? Of helemaal aan de linkerkant, de core competences, als het gaat om agile product delivery, wat verstaan we daaronder? Wat doen we dan wel, wat doen we niet? Dus alles is daar klikbaar en je kunt dagen zoet zijn met alles lezen wat hier is bedacht. En op het moment dat ik het over SAFe ga hebben in organisaties, dan zie je mensen achteruit veren van dat is heel veel en heel complex. En nou, dit is nog niet eens de meest complexe plaat. En als je alleen naar het plaatje kijkt, dan is het ook veel en complex. Maar het goede nieuws is dat op een aantal essentiële onderdelen na is vrijwel alles wat er staat optioneel. Je kunt als organisatie ervoor kiezen om bepaalde elementen in te gaan zetten om te streven naar verandering, verbetering in je organisatie. En zo zet ik het ook in als ik bij klanten ga praten over van hoe kunnen we meer agile werken of hoe kunnen we betere resultaten boeken. Dan is dit de gereedschapskist waar je dan een heleboel elementen uit kunt halen die je gaat inzetten, introduceren in de organisatie om die verbetering te bereiken. Maar goed, vandaag hebben we het over specifiek kwaliteit. Nou, waar komt kwaliteit in deze plaat met name terug? Dat is onder andere in de core values. De kernwaarden van het SAFe framework. Daar ligt eigenlijk de basis voor de mindset die je wil. We zijn vandaag bij cultuur. De mindset die je wil bereiken in je organisatie. Denken en doen. Om ervoor te zorgen dat alles wat je organiseert en uitvoert, ook volgens die bepaalde kernwaarden uitgevoerd wordt. En dat aangevuld met alles wat agile denken en lean denken en scrum te bieden hebben. Dat zorgt ervoor dat je als organisatie een lean agile mindset kunt adapteren. Nou, daar wordt ook aandacht aan kwaliteit besteed. En dat wordt wat verder uitgewerkt in het built-in quality stuk. Daar kun je nog verder op inzoomen, maar het is te veel om daar vandaag helemaal op te gaan inzoomen. Wat ik eigenlijk wil doen, is daar naar kijken en vooral ook van hoe kun je het door de hele organisatie heen met praktische handvatten laten landen. Dat die mindset echt gaat ontstaan, dat built-in quality in vrijwel alles wat je doet terug kan komen. Niet alleen in de software testen die je uitvoert, maar vooral ook in alles wat je doet voordat je überhaupt gaat coderen. Nou, de kernwaarden dus. Alignment, transparency, program execution en dus built-in quality. Nou, staat niet voor niks bovenaan.
Die kernwaarden die zorgen ervoor dat vanuit die manier van denken je ook direct de vertaling kunt maken naar allerlei praktische events bijvoorbeeld. He, dus als het gaat om alignment, uitlijnen, heel plat vertaald. He. Als je een auto hebt waarvan de wielen niet uitgelijnd zijn, is dat lastig sturen. Nou, als je een organisatie beschouwt als een auto met niet uitgelijnde organisatieonderdelen, is dat ook heel lastig besturen. Dus die alignment, iedereen op dezelfde golflengte krijgen, is heel erg belangrijk. He, want dan heb je ook het hoogste rendement vanuit je organisatie om je doelen te bereiken. En de praktische vertaling daarvan is bijvoorbeeld een program increment planning, een PI planning waar je iedereen verzamelt, bij elkaar komt, de doelen presenteert en zegt van nou, dit gaan we de komende periode doen. En dan ga je ook met elkaar bespreken hoe je dat dan ook gaat waarmaken. Nou, transparency heeft ook te maken met het presenteren van die doelen. Hè? Want wat willen wij als organisatie bereiken? Hè? Waar gaan wij onze klanten blij mee maken? Maar tegelijkertijd ook transparency als het gaat over de prestaties die je dan levert. Nou, we hebben het vandaag veel over data. Data metrieken kun je ook toepassen op prestaties van teams, van agile release trains. Vooral als het gaat om het leveren van waarde. Dat wil je meten, want je wil ook verbeteren. Je wil op basis van die meetresultaten objectief kijken van nou, hoe kunnen wij daar in plaats van de vinger wijzen, hoe kunnen we daar nu met elkaar in verbeteren. En deze kernwaarden hebben natuurlijk niet zo heel veel zin als je die vertaling niet maakt naar de dagelijkse praktijk. Hè. Dus vandaar program execution. Hè. Je moet ook de uitvoering moet je in je organisatie programmeren. Hè, die PI-planning, als je daar eenmaal aan begint als organisatie, is dat iets wat terugkeert. Dan weet je van na 10, 12 sprints gaan we opnieuw een PI-planning doen. En dan 10, 12 sprints en dan 10, 12 weken moet ik zeggen. 10, 12 sprints wel erg veel. 5 sprints, 10 tot 12 weken, ga je opnieuw een PI-planning doen. Dus je gaat dat weer voorbereiden, uitvoeren, aan het eind weer evalueren enzovoort. Dat blijf je doen. Die executie, die uitvoering plannen en blijven herhalen is ook heel belangrijk. En natuurlijk, ja, waar we het vandaag over hebben, die built-in quality. En gebaseerd op die uitspraken van Deming, kwaliteit kun je niet achteraf inbouwen. Alles wat je doet moet je vanaf het allereerste moment dat je iets gaat uitvoeren, gaat oppakken. Daarbij moet je nadenken over kwaliteit. Hoe kunnen we dat op een goede manier in de organisatie brengen? Dus die mindset is heel erg belangrijk. Nou, wederom een plaatje van de meneer. Wie is dit? Het is al een iets ouder plaatje, dus... Nee? Dit heeft hij gezegd. Ja, inderdaad. Dit is weer Edwards Deming. Ja, nee, dus ook een plaatje van dat hij nog iets jonger was. En waarom laat ik deze zien? Omdat dat weer met die mindset te maken heeft. Dus een mindset, denken en doen, dat blijven herhalen, gaat resulteren in ander gedrag. En daarmee ga je de cultuur veranderen. Maar dit is wel ja, wat ik ook doe in mijn dagelijkse werk en wat eigenlijk iedereen die met een transformatie bezig gaat, is gewoon die boodschap blijven herhalen. Zorg dat, ik denk dat als ik, hij komt nog een paar keer terug, ik geef het vast weg, aan het eind van dit half uur dat jullie best wel wat delen, misschien wel de hele uitspraak kunnen herhalen van hem. Maar de boodschap is, kwaliteit kun je niet achteraf inbouwen, dat moet je vanaf dag 1 doen. Nou, en dat is iets wat eigenlijk geldt voor het hele framework, hè, die hele grijze balk daaronder. Dat is iets wat je voortdurend tijdens de transformatie, maar ook tijdens de uitvoering zelf, blijft adresseren. Je blijft terugvallen op die mindset. Hè, want ja, bijvoorbeeld, je maakt met elkaar een team canvas bijvoorbeeld. Hè, en daar ga je met elkaar afspraken maken van hoe willen we met elkaar omgaan. Dat blijf je steeds opnieuw adresseren en daar blijf je op terugkomen. Dat is ook het idee van deze hele aanpak. Is dat je het continu cyclisch blijft oppakken. Nou, dan het andere stuk waar het, of het andere ingangspunt... waar het gaat over kwaliteit in het SAFE framework, built-in quality en dan wat meer gericht op de IT-teams. Vijf elementen. Het meest belangrijke natuurlijk, flow. Zorg ervoor dat je als team in je organisatie of in je uitvoering die flow bereikt. Niet iedere dag naar je kanban staren en constateren dat er geen enkele user story aan het bewegen is. Belangrijk dat je dat bij je team tussen de oren krijgt. Architecture en design quality, ook daar, op het moment dat je gaat ontwikkelen, dat je gaat ontwerpen, kwaliteit inbouwen. Nou, datzelfde geldt voor codeniveau, systeemniveau en uiteindelijk ook op release niveau.
Nou, daarvoor kun je een heleboel dingen organiseren. Die ga ik niet allemaal met jullie langs lopen, maar ga er wel even een paar uitlichten om te laten zien dat daar vooral ook die mindset achter zit. Hè. En dat is ook iets waar, als we teams coaches steeds op teruggrijpen van het moment dat je gaat ontwikkelen, dat je gaat bouwen, zorg ervoor dat je het op... Nou, bijvoorbeeld deze manier doet, dus test-driven development. Eerst denken hoe je het wil testen en dan vervolgens gaan ontwikkelen. Neem een testcase, een testscenario en op basis daarvan ga je je code bouwen. Denk na over hoe je uiteindelijk ook je kwaliteit wil testen of wil controleren. Dus als je hele ingewikkelde software gaat bouwen die moeilijk te testen valt, dat is niet zo handig. Dus probeer het op een meer componentachtige manier te doen, waardoor je ook veel makkelijker de kwaliteit kunt toetsen of je het goed hebt gedaan. Want het gaat niet alleen om het leveren van bugvrije software, maar het gaat ook om het leveren van software die het mogelijk maakt om waarde aan je klanten te leveren. Want daar doe je het uiteindelijk voor. En de release niveau, scalable definition of done. Zoals gezegd, we willen door de hele organisatie heen willen we vaststellen of we de goede dingen hebben gedaan, of we de kwaliteit hebben geleverd. En een scalable definition of done, ik zal later een voorbeeld ervan laten zien, gaat vooral over, hebben we niet alleen de definition of done op teamniveau, maar geldt het voor een hele release waar ook iedereen die aan de wieg heeft gestaan, dus echt aan de businesskant ook al mee heeft gedacht, of die ook zijn of haar vinkje kan zetten, oké, jullie hebben het goed gedaan, we zijn klaar. Nou, op code- en systeemniveau, collective ownership en coding standards, afspraken maken over hoe wil je met elkaar coderen, gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen, door middel van pair work of buddy systeem, gezamenlijk bouwen aan die software. Die alignment bereiken, waarbij je ervoor zorgt dat je allemaal bijvoorbeeld op hetzelfde moment start en stopt. Daarmee kun je dus heel snel ook iets opleveren. En ja, continuously integrate die end-to-end solution. In de voorgaande spreekbeurt ketentesten zou vanzelf gaan in Safe. Nou, dat is niet zo. Dat ben ik helemaal eens. Dat is niet zo. Dus focus daarop. Zorg ervoor dat je ketentesten integreert in je manier van werken. Een voorbeeld was om het als een feature op te nemen in je PI-planning. Nou, is prima. Maak het maar zichtbaar. En daarmee laat je ook aan de business zien van joh, wij zijn niet alleen bezig met het bouwen van nieuwe features, maar dat moet ook wel getest worden. Want je wil ook dat het gewoon goed in productie komt. Ik weet niet hoe vaak het Facebook voorbeeld al is aangehaald vandaag. Maar die hadden misschien hier ook wat meer tijd aan kunnen besteden. Terwijl ze toch over het algemeen goed doen, moet ik zeggen, maar goed. Dus allemaal activiteiten waarvan we zeggen van nou, zorg dat je daar met elkaar afspraken over maakt. Zo'n continuous delivery pipeline neerzetten. Sta je niet blind op welke tooling gaan we daarvoor inzetten. Nee, waarom gaan we dat met elkaar doen? Dus die mindset die erbij hoort is heel erg belangrijk. Nou, jullie raden al wie deze man is, denk ik. Dit is nog iets langer geleden. Nou, dit heeft hij gezegd, maar hebben jullie ook al... ik ga jullie wel overhoren straks. Hoor. het blijft gewoon... het is gewoon een hele simpele uitspraak. Hè? Kwaliteit kun je niet achteraf inbouwen. En je kunt inspecteren tot je een ons weegt. Maar er wordt echt niet beter van. Hè? Zorg dat je het gewoon goed bouwt. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar op het moment dat je die mindset tussen de oren hebt bij iedereen... Dan gaat het al een stuk beter. Nou, dat was vooral IT-gerelateerd. Hè? Dus wat kun je aan de IT-kant doen? Maar ik had natuurlijk ook beloofd om het vooral naar de hele organisatie toe te laten zien. Nou, waar zitten dan die haakjes? Die zitten eigenlijk op deze twee aandachtsgebieden. Hè? Dus het begint op het moment dat je gaat ontwerpen. Dan heb je al een idee over van wat zijn de businesswensen. Hè? Dus dat doe je om de toekomstige businesswensen een plekje in de toekomst te geven. En dat doe je natuurlijk ook hè, als het gaat om release quality. Iedereen die een bepaalde, in Safe heet dat een epic, hè, maar noem dat een businessdoel, die daar aan de wieg heeft gestaan. Het moment dat je ook een nieuwe versie van je bankieren-app uitbrengt, dan wil je met elkaar ook dat feestje kunnen vieren. Op basis van de definition of done vaststellen van nou, nu hebben wij kwaliteit geleverd. En dat is niet alleen met bugvrije software, dat is ook met een
een bepaalde waarde die je levert. Hè? Want die functionaliteit, die extra functionaliteit die je levert, die kun je ook in waarde uitdrukken. En op het moment dat je dat hebt gerealiseerd en belangrijk ook hebt gemeten, hè, dan kun je met elkaar daar het vinkje onder zetten. Nou, dat is iets waar je elkaar moet gaan vinden, hè, vanuit de IT en vanuit de business kant. En daar zitten in Safe wat praktische handvatten voor. Hè, bijvoorbeeld de koppeling die je maakt tussen je portfolio backlog en de architectural runway. Hè, zo'n portfolio backlog, dat ontstaat door met elkaar, management is op een heidag geweest, komt vol goede ideeën, komen ze terug. Strategische thema's bedacht voor de komende jaren. Als het goed is gaan ze daar ook een portfoliovisie, portfolio canvas bij ontwikkelen. En van daaruit komen de goede ideeën die je in je funnel naar een backlog gaat brengen, je portfolio backlog. En ook daar zeggen we van, denk nou aan de kwaliteit. Op het moment dat je die goede ideeën gaat vertalen naar concrete voorbeelden van hoe dat uitgewerkt moet worden, spreek met elkaar af, wat verstaan we onder kwaliteit, hoe bouwen we het in en hoe gaan we het meten. Nou, dat zegt meneer Demming, ja, ik denk, ik geef het nu maar gewoon in één keer helemaal weg. Maar ook daar geldt dus van, vanaf het allereerste moment dat je al denkt over softwareoplossingen, ga denken aan kwaliteit. Nou, hoe kun je dan bijvoorbeeld die kwaliteit gaan borgen als je het hebt over businessdoelen vertalen naar uiteindelijk een user story op het moment dat je een epic gaat beschrijven, een businessdoel gaat beschrijven. Dat is een mooie template in Safe voor, een hypothesis statement, dus een verklaring wat je denkt te bereiken als dat businessdoel is gerealiseerd. En dit is gewoon een template waarvan je tegen de business zegt, joh, vul het nou eens in. Ja, laten we met elkaar gaan zitten, laten we dit eens met elkaar beschrijven. Hè, van wat gaan we doen, waarom gaan we doen en wat levert het ons nou op? Hè, business outcomes, hè, bij voorkeur meetbare business uitkomsten, hè, dus de net promoter score omhoog. En laten we ook eens kijken van, joh, wat zijn nou de eerste tekenen dat we op de goede weg zijn, leading indicators. Nou, dat is soms even wennen op het moment dat je met de product manager of marketing manager om tafel zit. Maar goed, op het moment dat je zegt, joh, als je dit niet hebt beschreven, gaan we aan de IT-kant er niet eens aan beginnen. Nou, dan gaan ze er wel even voor zitten. En dit soort simpele handvatten kun je vanuit Safe inzetten om dat kwaliteitsdenken echt aan de voorkant, hè, nadat ze op die heidag zijn geweest, ook weer met behulp van die herhaling, hè, dan laat ik niet de hele tijd Demming zien, maar wel deze, hè, van joh, ga het nou op deze manier beschrijven, want dat helpt ons uiteindelijk, hè, ons is dan IT, om betere oplossingen en meer passende oplossingen te bedenken. Nou, zo'n epic heeft een plaatje in het requirements model van Safe. Ik ga hem niet helemaal langs lopen. Maar hier zitten dus heel veel van die haakjes naar het toetsen, het testen van de kwaliteit. Die epic hypothesis statement, daar kun je ook een lean business case aan hangen. Alleen maar om te laten zien van, joh, we hebben erover nagedacht. We hebben geen one-liner over de muur gegooid. Hard voorbij rennen in de gang, dan bij ET naar binnen roepen van, joh, we moeten dit of dat. Nee, we hebben erover nagedacht. We hebben daar een business case bij bedacht. En dat is de input voor bijvoorbeeld een aantal features. Een feature, een capability. Nou, dat heeft dan weer met die architectural runway te maken. Maar ook bij een feature heb je bijvoorbeeld acceptatiecriteria. Nou, als je die nou goed opschrijft, helpt dat weer om betere stories te schrijven. En natuurlijk hebben stories ook acceptatiecriteria. En uiteindelijk ga je een story ook testen om te toetsen of je het goed hebt gedaan. En dan ga je niet alleen testen of de software werkt, maar je gaat ook testen of je waarde hebt geleverd. En dat kan alleen maar als je snapt welke waarde je moet leveren. En dat is, als het goed is, in een epic en een feature beschreven. Want daar heb je die business case ook voor. Dus dit model, dit bevat heel veel van die zeg maar ingangen om met elkaar kwaliteit vast te stellen. In ieder geval de afspraak te maken van hoe vinden we dat de kwaliteit moet zijn. En daarnaast dan ook hoe gaan we dat dan toetsen met elkaar. En vervolgens, als het dan in productie staat, hoe willen we dan meten dat we op de goede weg zijn. Nou, die man die daar linksboven staat, die kennen jullie ondertussen. Even spieken hoeveel tijd ik nog heb. Hoeveel tijd heb ik nog? 5 minuten? Oh. Dit model helpt om die kwaliteit criteria vast te leggen, maar vooral ook om met elkaar af te spreken van hoe gaan wij toetsen.
Nou, in de vorige spreekbeurt kwam ook al de definition of done voorbij. Maar je hebt natuurlijk ook een definition of ready. Ook weer iets wat teams helpt om te zeggen van, joh, als het niet aan deze ingangscriteria voldoet, dan gaan wij als team er niet eens aan beginnen. Want ik weet niet, werkt er iemand in een organisatie waar er altijd meer dan genoeg capaciteit is? Er is wel vraag aan de business, maar we hebben altijd capaciteit genoeg om het te realiseren. Denk ik niet, hè. Het is meestal andersom. De vraag is veel te groot en we hebben niet genoeg capaciteit. Maar dus moeten we die teams ook af en toe een beetje helpen. Dus ook zeggen we, joh, ga nou eens gewoon stoplicht hanteren. Zeggen we, als het niet voldoet aan, bijvoorbeeld, dit is een lijstje van Ivor Jacobson. Maar het geeft heel mooi aan aan welke criteria bijvoorbeeld een feature moet voldoen voordat je als team zegt, van, nou, nu is het goed genoeg beschreven, wij gaan ermee aan de slag. Dat op hoofdlijnen, het moet duidelijk zijn, het moet haalbaar zijn en het moet testbaar zijn. Nou, zo'n setje kaarten erbij pakken en met die teams gaan zitten. Kijk eens wat er aan de businesskant is geroepen. Dat helpt ze al om uiteindelijk ook die hand op te steken en zeggen van, nou, hier gaan we het niet mee doen. Nou, definition of done. Hè, dit is die scalable definition of done die ik had beloofd. Hè, op alle niveaus, hè, op teamniveau, op systeem als een teamoverstijgend niveau, op oplossingsniveau, maar ook op release niveau, vaststellen van wanneer vinden wij het goed, hè, wanneer voldoet het aan onze criteria en zetten we dus een vinkje en hebben we met elkaar die kwaliteit geleverd. Dus ja, wie zou er dan uiteindelijk allemaal bezig moeten zijn met dat kwaliteitsdenken? Ja, dat zijn al deze mensen in misschien iets andere titulatuur benoemd. Maar het begint dus echt top-down, nadenken over hoe schrijf ik mijn eis of hoe schrijf ik mijn businessdoel op? Welke waarden moeten dan geleverd worden? Hoe wil ik het meten? Enzovoort. Tot en met de professional die de software test en vaststelt dat er geen bugs in zitten, maar dat ook die software uiteindelijk functioneel gezien levert wat er gedaan moet worden. Dus helemaal terug weer even naar die vragen waar ik mee begonnen ben. Hè. Dus hoe til je kwaliteitsdenken van team naar organisatieniveau? Door bijvoorbeeld die handvatten in te zetten die in dat SAFE framework zitten. Hè. Dus door met elkaar te blijven herhalen van, joh, kwaliteit moet er vanaf het allereerste moment in zitten. Dus als we iets gaan bedenken met elkaar, dan moet het vanuit kwaliteitsoogpunt moet het al goed zijn. En welke benadering kies je, top-down of bottom-up? Ja, alle twee. Je moet ook naar elkaar toe bewegen. Dus kwaliteitsdenken op managementniveau, testmanagers, moeten de teams tegemoetkomen om te snappen van hoe kunnen wij die kwaliteit op een goede manier leveren. En hoe definiëren we kwaliteit en hoe willen we het meten? Ja, daar is geen one solution, geen one size fits all oplossing voor. Daarvoor moet je met elkaar in overleg afstemmen van hoe gaan wij, welke kwaliteit willen we gaan wat verstaan we onder kwaliteit, hoe willen we het gaan toetsen en hoe stellen we vast dat we ook op de goede weg zijn. Ja, nu is het echt de allerlaatste keer. Maar ja, de boodschap is van, joh, kwaliteit denken is een mindset. Kun je niet achteraf inbouwen. Dus begin daarbij op het allereerste moment over na te denken. 2 minuten nog. We hebben de tijd en ruimte voor één vraag. Ik zie online nog geen vragen en ik zie in de zaal 1 vraag of 1 vinger omhoog gaan. Dus dat komt dan heel mooi uit. Ja, Sander Koopman van ProRail. Ik ben even benieuwd. Wij zijn bezig met een safe implementatie, agile werken en zo. Zou je in zo'n situatie een apart kwaliteitssysteem adviseren of niet? Ja, een kwaliteitssysteem om allerlei criteria vast te leggen en daaraan te toetsen en dat soort zaken. Nou, op zich, als je een systeem introduceert om dat soort dingen te doen, hè, dan moet zo'n systeem denk ik ook data, meetgegevens opleveren en daar moet je wat mee doen. Als dat het doel is, hè, dan zou ik dat zeker wel adviseren. Hè. Maar een systeem op zich om vast te stellen of je kwaliteit levert. Nou, maar vooral met het idee om relentless improvement, voortdurende verbeteringen na te streven, ja, dan zou dat zeker kunnen helpen. Ja, ja. Erik, hartstikke bedankt voor jouw verhaal. Dames en heren, een warm applaus voor Erik. Graag gedaan.
Hiermee is een einde gekomen aan deze sessie nu. Jullie hebben allemaal 15 minuten om je volgende sessie te kiezen. Voor iedereen hier in de zaal, maar ook online, wil ik jullie vragen om jullie rating te geven. Wat jullie vonden van deze sessie. Vul daarvoor in het online platform dat even in. En zie ik jullie graag een volgende keer. Hartstikke bedankt.